Priscilla, er komt een stille tocht voor Diego. Hè? Waar en wanneer is de bedoeling? Ja, de waar en wanneer is nog niet duidelijk. Dat horen we morgen. We moeten morgen op gesprek komen bij de gemeente om 1 uur. En dan horen we waar, wanneer, wat het veiligst is voor alle mensen en hoeveel er komen. En dan kunnen we alles gewoon regelen. Dus ja, morgen krijgt iedereen duidelijkheid. Dat komt ook op Facebook te staan, want er is een Facebookpagina. Dan kan je aanmelden of dat je kom of niet kom. En en steun betuigen natuurlijk. En jullie hebben ook een vraag aan de mensen die daarin gaan meelopen? Dat klopt. De mensen die komen, vragen wij gewoon heel simpel een wit of rood ballonnetje mee te nemen. Gewoon omdat Diego heel gek was op Feyenoord. En als eerbetoon. Nou is er ontzettend weinig bekend eigenlijk over wat er nou gebeurd is. Hè? Hoe is dat voor jullie als familie? Ja, heel zwaar, want we weten zelf niet wat er is gebeurd. Er zijn zoveel mogelijkheden wat er is gebeurd. We kunnen het zelf niet invullen. We willen het ook niet eens invullen. We hopen gewoon dat hij gewoon een mooie plechtigheid krijgt. En dat we een rust erin kunnen vinden. Hoe kijken jullie er tegenaan dat de vader Marcel als verdacht is aangemerkt? Ja, daar kan je verschillende kanten mee op. Maar ja, niks is duidelijk. Er is nog steeds niks duidelijk. Wij hebben nog geen bevestiging gehad van wat er is. Het is onduidelijk voor ons. Jullie hebben als familie wel gemeld dat het om een misdrijf gaat. Het is een misdrijf, maar ja, wat voor misdrijf weten we niet en door wie en wat. Het is nog allemaal een vraagteken. Ik wou dat ik het wist, want dan hadden we ook wat meer rust. Hoe reageren de mensen om jullie heen? Heel heftig. Heel heftig. En vooral naar Marcel toe. En dat vind ik ook wel jammer, want wie weet heeft hij het niet gedaan. Wie heeft hij het wel gedaan? Weten we niet. Het is gewoon te heftig voor woorden hoe mensen reageren. Ook gewoon op zijn pagina. Ik wil eigenlijk de mensen vragen om dat allemaal weg te halen. Want hij heeft nog een kindje die ook op Facebook zit. En het ook allemaal leest over haar papa. En dan kunnen we wel zeggen, ja maar als je het gedaan hebt, dan is het een piep. Ja, tuurlijk is het dan een piep. Maar het is en blijft haar papa. Het zijn echt verwensingen die mensen op internet zetten. Dat klopt. Ja, dat klopt. En het is heel hard. Ja, ik zou niet zo zijn. Laten we het zo houden. Dankjewel.